allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een cupcake recept voor jullie, maar het is wel een heel bijzonder cupcake recept. Het is namelijk een veganistisch recept. Het is ontzettend lekker en er zit geen enkel dierlijk product in. Ik heb het ook nog versierd met frosting en veganistische winegum zit er bovenop. Wat je nodig hebt en hoe je ze maakt, dat laat ik jullie natuurlijk zien nu. Voor 12 cupcakes, beslag voor 12 cupcakes, heb je het volgende nodig. 200 gram meel, 200 gram suiker, 30 gram cacao, 1 theelepel bakpoeder, zout, 250 ml water, 75 ml olie en 1 eetlepel azijn. Eerst meng ik alle droge ingrediënten, dus meel, suiker, cacao, zout en bakpoeder. Dan doe ik daarbij olie, water en azijn. Dat doe ik eerst allemaal bij elkaar. En als dat dan bij elkaar zit, dan doe ik het bij het meel en alle andere droge ingrediënten. Als het dan klaar is, verdeel ik het over 12 vormpjes. Ik heb deze roze daarvoor genomen. En dan doe ik ze in de oven voor zo'n 22 minuten bij 180 graden. Dan ga ik ook nog frosting maken wat hier opkomt. En voor die frosting heb ik dan 100 gram margarine nodig. En 250 gram poedersuiker. En ik ga het dan roze kleuren met levensmiddelenkleurstof. En dan doe ik er nog wijngum op. En ik heb geluksbrengertjes, dus er zit een klavertje 4 in en een hoefijzer bijvoorbeeld. Maar eerst de frosting maar smaken. Ik ga eerst, als de boter gemixt is, de poedersuiker er pas bij doen. Dat doe ik in 3 keer. Dan komt de roze kleurstof erbij en dan ga ik het opnieuw mengen. Als de cupcakes echt helemaal afgekoeld zijn, dan pas ga ik de frosting erop doen. En als dat klaar is, ga ik de winegum erop doen. Ik ga eerst een klavertje 4 nemen. En die zet ik dan gewoon zo erop. Een vlinder daar. En een hartje. Het is allemaal veganistisch, ook de winegum. Dus er zit geen dierlijke gelatine in de winegum. Dat past wel mooi, die paddenstoel zo donker en dan het cakeje ook.
En heb nog een hoefijzer. Zo ziet het eruit als ze helemaal klaar zijn. Ze zijn super schattig en ze smaken ook echt goed. En de frosting is ook echt super lekker. Als je het zelf geprobeerd hebt, laat me dan weten wat je van het recept vond. Geef de video een duim omhoog als je de video leuk vond. En vergeet natuurlijk ook niet je te abonneren op het kanaal, zodat je er bij de volgende video gewoon weer bij bent. Tot dan, dag!